Hallo allemaal, dit is Geen Steen met Guf, aflevering nummer Rokkerant, opgenomen op 12 december 2014, met die camera natuurlijk, en zoals gewoonlijk geef ik weer mijn game dit vrijdag. Om te beginnen, ik wil echt mijn verontschuldigingen aanbieden voor de mensen die wekelijks mijn Guf bekeken. De laatste Guf dateert alweer uit 31 mei 2013, dat is echt dat is gewoon echt anderhalf jaar geleden. Dus bij deze echt mijn verontschuldigingen. Ik hoop dit uiteraard weer regulier te gaan uploaden. Waarom het zo lang heeft geduurd? Het zal waarschijnlijk een hele lange zomerslaap zijn geweest, maar dat durf ik niet te zeggen. Meer daarover zal ik vertellen in een update video die begin volgend jaar uit zal komen. Goed, dat allemaal terzijde. Laten we beginnen met het nieuws. En het eerste waarmee ik wil beginnen is de Shiny Beldum. Inderdaad, Shiny Beldum wordt beschikbaar gesteld voor de Pokémon-spellen Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire, welke op 28 november dit jaar dus uitgebracht werden. Je kan Shiny Beldum krijgen tussen de data 28 november en 14 januari. Perfect voor kerst zou ik zeggen, of tijdens kerst, of weet ik wat, op welke periode je hem dus binnenhaalt. Maar hij is dus beschikbaar gesteld. Je krijgt hem van Steven en het level waarmee je hem dus krijgt is level 5. Zuur voor de mensen die in Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire dus een Shiny Beldum zaten te breeden. Want een Shiny Beldum is dus bij deze helemaal niks meer waard, want je kan dus gratis krijgen. Dus de marktwaarde is dus erg gezakt voor de mensen die hem graag wilden gaan hebben. Goed, dat was dus Shiny Beldum. Leuk voor de Pokémon fans. Laten we overgaan naar een volgend onderwerp. En dat is dus de productie van de GameCube adapters. Want wat is hier nou zo speciaal aan? Ik ben zelf groot fan van de GameCube controller. En ik was ook heel erg blij toen ik had gehoord dat die ook beschikbaar was gesteld voor Super Smash Bros. Hij was dus ondersteund. En het punt is, Nintendo heeft dus adapters uitgebracht waarmee je dus GameCube controllers kan gebruiken. Dus dat was helemaal tof dat dat uitgebracht werd. Echter is de vraag zo groot geweest naar die dingen dat ze hun aanbod daar niet op konden gaan aanpassen. Dus dat betekent hij was overal uitverkocht en men zei, ja, ze gaan niet meer bijvullen. Maar wat heeft Nintendo als tegenreactie gezegd van wij gaan aan de vraag voldoen. Dus wij zullen binnenkort of zo snel mogelijk in ieder geval voorraad gaan vullen. Dus ik ben heel blij met het nieuws en dat was het uiteraard de productie van de GameCube adapter. Laten we nu overgaan naar een volgende onderwerp en dat is de Wii U bundle van Super Smash Bros. Uiteraard voor Wii U. Want wat is hier nou zo speciaal aan? Super Smash Bros. Komt dus in een bundle voor de Wii U. Maar het vreemde is, het is een basic pack waarmee die wordt uitgebracht. En dan zou je denken van ja, waarom basic pack? Waarom pak je dan niet gelijk de beginning pack van 32 gig? Vele mensen denken, en ik trouwens ook, dat ze gewoon af willen van die basic packs. Want 8 gig heb je gewoon niks aan. 5 gigabyte wordt al aangevuld door het systeem. Dus dan heb je nog maar met 3 gig kan je ermee werken. Dus velen denken gewoon dat ze af willen van de basic packs. En daarnaast ook iets raars. De Wii U bundle komt dus uit alleen in Spanje. Oké, het is ten eerste een basic pack en het tweede komt uit in Spanje. Waarom ze voor die twee dingen besloten hebben is dus tot dusver onbekend. Maar hij gaat er komen, wanneer is dus nog niet duidelijk. Goed, laten we overgaan naar het volgende onderwerp en dat is dus Minecraft. Het allerbekende spel voor de PC waar het dus allemaal mee begonnen is. De ontwikkelaars Mahjong die dus het spel hebben ontwikkeld. Maar goed, je zou dus denken, Mahjong is dus volgens mij niet al heel lang, maar wel een tijdje overgekocht door Windows. Of door Microsoft, excuses. Door Microsoft. Dan zou je ook denken, oké, goed, als het dus overgenomen is door Microsoft, waarom dan niet op een Windows Phone? Ja, die mogelijkheid is er nu pas gekomen. Je zou denken van ja, dat zou de eerste optie zijn. Alles van Microsoft, allemaal platforms waarmee je dus Minecraft kan spelen. Maar nu pas, of vanaf nu, is Minecraft eindelijk verkrijgbaar voor Windows toestellen. Dus bij deze voor de Minecraft fans die ook op de mobiele platform spelen. Goed, daarnaast wil ik het gaan hebben over Square Enix, want Square Enix bevestigt dat Final Fantasy X of X-2 HD Remaster uitgebracht wordt voor de PS4. Het was ten eerste een lek. Ja, iedereen dacht van, nou oké, het spel kwam al eerder uit voor de PS3 en PS Vita, dus nu ook voor de PS4. Eigenlijk zou ik denken van dat Final Fantasy meer remakes maakt dan spellen, maar dat is mijn mening. En, maar ja, leuk voor de fans die het natuurlijk in een high def willen bekijken. Natuurlijk was het ook al high def met de PS3. Maar nu met de PS4 heb je natuurlijk veel betere graphics. Want het is natuurlijk gewoon next gen. Maar goed, hij komt er dus aan en men verwacht het spel in de lente van 2015. Dat was dus Final Fantasy. Laten we nu overgaan, en dat was een tip van Willem, naar de kerstdeals van de PSN. Die zijn natuurlijk weer begonnen, rond kerstperiode altijd, of in ieder geval in de duurste maand december. De deals zijn tot en met 13 december. En een goed spel om mee te beginnen is bijvoorbeeld Alien Isolation. Hij is dus van €70 afgeprijsd naar €35. Daarnaast tipte Jan Willem mij ook dat Injustice Katsumangas
ik weet niet welke edition, de Legendary Edition of Ultimate Edition, gratis is geworden. Ik durf alleen niet te zeggen voor welke versie, waarschijnlijk zal het wel voor PS Plus abonnees zijn, dus dat is tot nu toe onbekend. En als laatste wil ik gaan afsluiten met de grootste hack die plaatsvond bij Sony. Want Sony had dus een hele grote hack ontvangen, als je het zo kan noemen. En daarbij is veel informatie gelekt. Ook onder andere dat Nintendo met Sony een film zou maken over Mario. In hoeverre dit zou plaatsvinden is tot dusver ook nog onbekend. Het blijft uiteindelijk gewoon een gelekte informatie uit de hack. En zelfs de FBI is hier ook mee bezig om verder onderzoek te doen. Goed, dit was de Guf van deze week. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Yo!